Oh my god! Hey, ze heeft een nieuwe video. De thumbnail, wat is er met de thumbnail? What the fuck? Huh? What the fuck? Huh? What? Nee. Is het rookt? Dat kan. Het kan niet, dat is het rookt. Als je om deze reden naar deze video bent komen kijken, omdat je denkt dat ik kankerstokken rook, dat is niet zo. Iemand in het huis wel. Welkom bij Quiz met Acid. Wie denk jij dat er kankerstokken rookt in het huis? Is het Acid? Is het Nathan? Of is het iemand anders? De juiste antwoord is antwoord C. Iemand anders. Waarom zou je elke week 5 euro betalen om dan kanker te krijgen op latere leeftijd? Waarom sigaretten kopen als je ook heroïne kan doen? Het is gezegd. Quote van de dag. Waarom sigaretten als heroïne ook bestaat? Dus, laten we even naar YouTube gaan en ik moet een nieuwe video opnemen. Vandaag gaan we... Wow, shit. Misschien gewoon op de play... Oh, fuck. Gewoon een vlog maken. Shit. Het is hier echt helemaal gefokt. What the fuck? Ik kan zo geen video opnemen. Ik wil even mijn muis nemen. Dan gaat. Wat ligt er hier allemaal? Wat is dit? What the fuck? Welk mythisch voorwerp is dit? What the fuck? Wat moet ik doen? Ik weet het niet. Waar is mijn toetsenbord? Het is tijd om een roomtour video op te nemen. Ja, dat is een perfect idee. Ha, ik kan hier niks mee doen. Het is leuk om een roomtour op te nemen. Elke YouTuber heeft wel mooie beeldschermen. Daar heb ik ook. Ik heb ook een mooie setup. Maar bij mij liggen er nog allemaal extra dingen bij. Dus daarom is mijn roomtour uniek. Speciaal. Anders. Is echt zo. Deze shit inspireert mij. Ik neem iets random. En dat is dit rolletje plakband. En ik kan daar een verhaal over vertellen. Dit rolletje plakband heb ik gekocht in de winkel voor 3 euro. Dat waren de laatste 3 euro's in mijn portefeuille. Waarom heb ik dit gekocht? Geen flauw idee. Ik weet het echt. Vandaag gaan we roomtour opnemen. Smash zeker een duimpje omhoog. Ik ga hier niks aan veranderen. Ik ga gewoon mijn camera nemen en beginnen. Hello, ladies and gentlemen. Vandaag is mijn camera op een cruciaal punt gekomen. Het is al veel shit geweest. Het is al heel veel erg rommelig geweest. Maar nu zijn we op een punt gekomen dat het niet meer verder kan. En toch is het tijd om een roomtour te doen. Want ik zie dat elke YouTuber dat wel alles heeft gedaan. En ik heb dat natuurlijk ook al 2 keer gedaan. Ik heb alles wat ik moet hebben. En nog allemaal shit dat ik ook niet moet hebben, maar dat hier wel ligt. Dus vandaag doen we een roomtour en we beginnen bij mijn deur. Is de deur. Dat kan altijd zien. Dit is de deur. En ja, dat is het zo. Dit heb ik gestolen op school. Het is het dingetje dat bij je brandalarm hangt en dat heb ik gewoon meegenomen. Er hangt ook een drolletje aan mijn deur van een video die ik misschien 10 jaar geleden heb opgenomen of zo. Dit is ook van die video. Het hangt een beetje schuin, maar het hangt er wel. Oh, shit. Ruim ik wel andere keren op. En daardoor is mijn kamer echt altijd een shit. Als ik het wel maak, doe ik het andere keer wel. Dit is mijn bed. Wow, that's a crazy nice bed. We hebben een paar kleren hier. Daar in de gleuf van mijn bed liggen er waarschijnlijk een paar fapsokken. Ja, we got one. Fucked up. Dit is mijn bed. Het is hetzelfde als een moeras. Je kan er een beetje door waggelen. En je vindt wel heel veel nieuwe dingen. Hé, een broek. Nice. Hier liggen al mijn kleren mooi gesorteerd. En dat heb ik zeker niet zelf gedaan. Oh, er ligt hier nog geld. Dat neem ik mee. Free monies. En meer kleren. En nu, het punt waar we allemaal hebben op gewacht. De tweede fapsok van de dag. Yes, got him. Mijn geweldige setup. Oh my god, dit is het. Wow. De werkruimte van Acid. Waarom is je bureau zo tering zo? Waarom is heel je kamer zo? Heel veel mensen zeggen altijd dat mijn video's één teringbende zijn. Dat het helemaal rommelig door elkaar zit. Dat het gewoon fucked up shit is. En ik vind dat dat perfect impliceert. Ik weet niet of dat juiste woord is, maar oké. Ik vind dat mijn video's gewoon een perfecte representatie zijn. Van de werkomstandigheden. Hoe ik die video heb gemaakt. Op deze manier. En ik weet zelf ook niet hoe ik dat doe. Maar ik overleef het wel. We gaan van onder naar boven werken. Hier hebben we een zakje met drugs of zo. Voor als ik ooit ziek ben. Hier hebben we een knuffel. En daaronder ligt er een cameratasje met een ding. Het is een ding. Mooi ding. Hier hebben we een lens die ik soms gebruik om te filmen. Yes. We hebben een Apple oortjes die ik niet kan gebruiken, want ik heb geen telefoon. Dan hebben we hier mijn computer. Hij doet het goed. Ik weet niet welke computer het is. Geen specificaties in deze video. En ik weet zelf niet welke specificaties die computer heeft. Ook al heb ik hem wel zelf gemaakt. Hier hebben we een spray. Stel ik heb te warm, dan kan ik dit even op mijn gezicht spuiten. Ik gebruik het soms ook als mijn computer oververhit. Dan spuit het gewoon op mijn computer. Ook op mijn bureau hebben we mijn spaarpot. Waar al mijn mooie geld in zit. Haha, yeah. Je ziet dat ik veel geld gespaard heb. Er ligt daar nog een euro. Super nice. Hier hebben we mijn koptelefoon die wel fucking nice is. Het is een, weet ik veel, Beyer Dynamic of zo. Goeie koptelefoon. Het is een very good ding. Black Widow toetsenbord. Yeah. Keihard om naar te kijken. Dat is very nice. Dan hebben we hier mijn microfoon aan de rode arm die echt nice is. Ik vond dit echt heel professioneel. Altijd wel leuk om te zien aan mijn microfoon. Kan je zien hoe ik de avond of de week ervoor heb gegeten. Er hangt hier nog een beetje, ik weet niet wat het is.
broccoli of zo. Dan gaan we verder en dan zien we hier mijn razermuis met de razermuismat en daaronder nog een razermuismat. That's crazy. Deze dingen werken allemaal heel goed, ook al blokkeren ze om de 4 seconden. Ze werken goed. Hier hebben we een LG-scherm die ook heel goed is, ook al valt hij elke keer uit. Kijk, ik heb zo aan de achterkant van mijn scherm zo'n ding. En deze kabel hier, dit ding, zit echt heel los. En dat valt er elke keer uit. En dat is heel kut, want ja. Mijn tweede scherm is gewoon een Samsung-scherm, omdat ik scare ben. En deze was heel goedkoop, maar hij werkt wel goed. Naast mijn setup hebben we natuurlijk mijn MacBook. Mag niet ontbreken aan alles. Hierop kijk ik, ik weet niet, andere dingen die dat ik niet daarop kan... Ja. Dan hier hebben we mijn vlogcamera die ik niet eens gebruik. Die ligt hier gewoon. Zelf niet eens waarom die hier. We hebben hier ook een tas, waaruit ik blijkbaar soep heb gedronken of zo. Of ik weet niet wat dat is. Thee. Nice. Een paar lepels. Als ik iets drink, dan kan ik... Yes. Mijn controller. Niet dat ik ooit nog op mijn PlayStation speel, maar die ligt daar ook gewoon mooi. En nu gaat mijn PlayStation random aan. Oké, daar heb ik ook niet om gevraagd. Doe maar, ga maar aan. Doet me niks. Mijn televisie is ook van Samsung, want ik was scared. Deze televisie heb ik eigenlijk gestolen uit mijn mama's kamer. Omdat ik geen geld had om zelf eentje te kopen. Ik heb twee hele grote lampen in de twee hoeken van mijn kamer. En daar staat er ook nog eentje. En die gebruik ik eigenlijk nooit, maar oké. Als we goed kijken, zien we hier de Egyptische godkaarten liggen. Die ook zeker niet kunnen ontbreken aan de setup. Je hebt deze nodig in elk moment van de dag. En daar heb ik een schakelblok. Die alles voorziet van stroom. En als we de kabels volgen achter mijn computer en achter de gehele setup, dan zien we daar hier nog een heel groot schakelblok liggen. Een duister ver verleden, zei je leerkracht ooit tegen mij. Tada! Steek nooit je kabel die in een verlengdoos zit in een andere verlengdoos, want dan ontploft alles. Meneer, ik heb al 3 jaar 3 kabels in 3 verschillende stekkerdozen zitten. Er is nog niks ontploft. Het werkt allemaal supergoed. Dus fuck jou en je fucking regels. Gewoon elke kabel in een nieuwe... Wow, is mijn PlayStation aan het doen? Probeer iets uit te leggen. Het is niet zo makkelijk als gedacht met 1 hand, maar het lukt wel. En dan trek je deze kabel eruit. En dan is je PlayStation ook uit. Very nice. Hier staat er een doos met fanmail. Daar ga ik een video over maken. Hey, we hebben weer een papsok gevonden. Nice. Kijk, ik ga het poeder, hè. Als je goed kijkt, zie je dat er daar nog wat Red Bull ligt op mijn tafel. Hier. Moet ik ook wel eens opkuisen. Ik bedoel, dat kan niet zo gezond zijn. Waarschijnlijk kweek ik over een paar weken dieren onder mijn bureau. Omdat er te veel etersresten liggen. Zo ziet mijn kamer ding eruit. Snap je? Is die YouTubers geven altijd zo'n paar coole shots van hun kamer. Terwijl ze zo'n roomtour maken. Dat ga ik nu ook doen met een leuke beat. Niet verwachten dat dat mooie beeld. Dat is eigenlijk zo aan. Nee. Zie mijn kamer dus uit. Het is geweldig. Het is een hele toffe kamer. Heel veel dingen hier al gebeurd waar ik geen video's over mag maken. Krijg ik gewoon direct 3 strikes. Voor de rest, dat wil ik jullie even tonen. Bedankt om te kijken naar deze roomtour. Vond je het nu leuk, smash je zeker een duimpje omhoog. Wil je de specificaties weten van deze beeldschermen en zo? Kan ik jullie niet geven, ik weet het zelf ook niet. Jammer, sorry. Ik vond het heel leuk om te maken. Smash zeker een duimpje omhoog. Ik ben Ace, tot de volgende keer. Wow. En ze zeggen altijd, Ace, er in je camera op, check dit. Klaar? 3, 2, 1. Oké, echt niet hopen dat ik dat ga opruimen. Stijg, joe! Dit video heb ik al eens gezien, daar heb ik al een video over gemaakt. Kijk, hier filmen ze me lopen. Dat was op mijn verjaardag. Ik werd wakker en op mijn verjaardag en ik werd wakker omdat die